Collega's in Limburg, u wordt gezien. U wordt niet overgeslagen en zeker niet door de klimaatbeweging. Wij staan zij aan zij. En ik wil ook graag vanuit dat idee de volgende spreker uitnodigen. En dat is Lotte van Klimaatcoalitie Limburg. Hallo allemaal. Allereerst bedankt dat jullie hier allemaal zijn. Zoals al zei, ik ben Lotte, ik kom uit Heerlen. En ik spreek hier namens Internationale Socialisten en wij zijn actief in Klimaatcoalitie Heerlen en Maastricht. We staan hier bij het Sterrenbos, dat sinds een week nationaal nieuws is. En terecht, want hier speelt zich een heel concreet voorbeeld af van de huidige klimaatstrijd. Economie versus ecologie. Extra winst voor de rijkste 1% en het nakijken voor de overige 99%. Als het aan de provincie had gelegen, stonden we nu al naast een nieuwe fabriekshal. Want in de achterkamertjes werden er geheime gesprekken gevoerd met de top van VDL. Zelfs demissionair Blok lobbyde achter de schermen voor de kap. Dit soort verwevenheden zijn niet nieuw. Bekende socialisten schreven 100 jaar geleden al dat de kapitalistische staat altijd het hand boven het hoofd van het bedrijfsleven houdt. Dat is ook terug te zien in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Rutte wil de klimaatcrisis oplossen door iedereen in een elektrische auto te krijgen. En VDL Netcar kan helpen om dit te bereiken. De toekomst van VDL Netcar is onzeker. In 2023 gaat BMW weg en een definitieve nieuwe opdrachtgever is nog niet gevonden. Nadat deals met autofabrikanten uit Shanghai en Canoo uit California niet doorgingen, kwam Rivian op het strijdtoneel. Een Amerikaanse start-up die sinds de beursgang 1,2 miljard dollar verlies maakte. Niet erg opgevend zou je zeggen. Maar gelukkig hebben ze wel een mooie slogan. Preserving the world, natural world forever. Mogen ze mij wel even uitleggen hoe ze dat rijmen met het kappen van een 200 jaar oude bos voor een nieuwe productielijn? Ook in eigen land stuit Rivian op veel verzet. Ze willen daar een megafabriek bouwen op een stuk grond van 8 vierkante kilometer. De lokale bevolking is een actie begonnen, genaamd No to Rivian. Met hetzelfde doel als Red het Sterrenbos. Namelijk om de natuur te beschermen en onomkeerbare milieu-impact te voorkomen. Terugkomend op Rutte's plan om iedereen in een elektrische auto te krijgen. Inzet op individueel elektrisch personenvervoer is vooral goed voor aandeelhouders in de auto-industrie, maar heeft met klimaatrechtvaardigheid niks te maken. Ten eerste zijn auto's onbetaalbaar voor de gemiddelde Nederlander. Ten tweede doet de productie van lithiumbatterijen beroep op beperkte grondstoffen die uit het globale zuiden komen. Wederom wordt mens en natuur uitgebuit. Tot slot worden elektrische auto's opgeladen met stroom die alsnog voor 80% is opgewekt uit fossiele brandstoffen. Een voorbeeld van deze fossiele brandstoffen is bruinkool. Het afgraven hiervan laat slechts 60 kilometer hier vandaan een spoor van vernietiging achter. Hele dorpen zijn van de aardbodem verdwenen. De strijd die wij vandaag hier voeren tegen het grootkapitaal in de vorm van VDL is dezelfde strijd die ze in Hambach en Lutseraad voeren tegen RWE. Tegen VDL en RWE wil ik zeggen, blijf van onze natuur af. Als we echt stappen willen maken op het gebied van klimaat, is goed en toegankelijk openbaar vervoer de enige oplossing. Openbaar vervoer is sinds de privatisering alleen maar duurder en duurder geworden, om over de onbetrouwbaarheid maar eens te beginnen. Hierdoor is het geen aanlokkelijk alternatief voor de auto. Weer terug naar Rutte. Actie, 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 riep hij in Glasgow tijdens de COP26. Dat heeft zich in het regeerakkoord vertaald in een pot van 35 miljard euro, waar de grootste vervuilers straks een greenwashing-praktijk uit kunnen gaan betalen. Verder blinken de plannen uit in vaagheid, waar het nieuwe kabinet alleen maar goed uit zal komen. Voor de poorten van Netcar liet vakbondsbestuurder en CDA-politicus zich deze week voor het karretje spannen en werd de schuld bij klimaatactivisten neergelegd. Dat het ook anders kan, liet de vakbond en haar leden zien bij de meest vervuilende industrie van Nederland, Tata Steel. Hier waren het de mensen zelf die met behulp van experts plannen hebben gemaakt voor een groenere staalindustrie. Tegen de bezorgde werknemers van VDL wil ik het volgende zeggen. De Nederlandse klimaatbeweging is niet jullie vijand. Gezien de huidige stand van de klimaatcrisis zal ook Netcar moeten omschakelen naar een duurzamere productielijn. Om zo bij te dragen aan een betere en leefbare toekomst voor ons, onze kinderen en alle komende generaties.
Laten we in Born in begin maken aan een opbouw van het daadwerkelijke toekomstig bestendige transportsector. Dit schept juist kansen en werkgelegenheid in de regio. Hierbij zal ondersteuning en begeleiding geboden moeten worden aan de medewerkers van Netcar. Het is belangrijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor een eerlijke transitie. Zowel in Heerlen als Maastricht zijn we al enige tijd bezig om dit standpunt te verwoorden. We werken in beide klimaatcoalities samen met groepen als Black Lives Matter, Milieudefensie en Extinction Rebellion. Natuurlijk zijn de werknemers bezorgd om hun toekomst. Wij ook. En daarom staan we hier vandaag. Hoe hoog moet het water de volgende keer staan bij de overstromingen, voordat het tot mensen doordringt dat we in een klimaatcrisis zitten? Dit systeem leidt ons regelrecht de afgrond in. We moeten gaan kijken naar productie gebaseerd op collectieve behoeften in plaats van winstmaximalisatie. We staan voor grote uitdagingen om het tij te keren, zoals de energietransitie en het herstellen van ecosystemen. Juist daarom is de strijd voor het behoud van het sterrenbos zo ontzettend belangrijk. We steunen de dappere bosbeschermers die bij weer en wind in de boom blijven zitten. Het is niet economie versus ecologie. Als we dit systeem veranderen, kunnen die twee prima samen. So repeat after me, system change, not climate change. System change, not climate change. Dankjewel.